Al bijna 40 jaar verzorgt de icoon de zendtijd van de protestantse kerken. Wat moet er in kerkelijke zendtijd gebeuren? Alleen kerkdiensten of ook andere programma's? Maar ik wou iets links zeggen, iets veel linkers. Bijvoorbeeld dat God niet dood is of dat zolang als ik leef God bestaat. De meningen van de kijkers en luisteraars over de iconprogramma's lopen nogal uit elkaar. Eén ding is duidelijk. Er is behoefte aan informatie over de icon. Om daarin te voorzien verschijnt binnenkort de iconenkrant. U kunt de krant voor uzelf of in meer exemplaren voor groepen bestellen bij Icon Amersfoort. Antwoordnummer 839, postcode 3800 VB Amersfoort. Onze eerstvolgende uitzending is aanstaande zondagmiddag om 5 uur op Nederland 2. Met het programma Wat doe je in vredesnaam in Berlijn? Het antwoord op die vraag geeft B. Ruis, die daar al 35 jaar, bijna 35 jaar, predikant is. Einde van onze uitzending. Veronica neemt het van ons over. Wat ons betreft dus graag tot zondag. Een goedenavond.